In deze video maken we een oefening op hydrostatische druk. De oefening gaat als volgt. Een huis onderaan een heuvel van 93 meter hoog gebruikt water uit een volle watertank van 5,0 meter hoog. En die watertank die staat boven op een heuvel. Ik ga beginnen met eerst een situatieschets te maken. Dus je hebt eigenlijk een heuvel en een huis staat onderaan die heuvel. De heuvel zelf is 93 meter hoog. En daarboven op die heuvel daar staat een watertank, helemaal gevuld met water. En die watertank is 5,0 meter hoog. Bereken de hydrostatische druk in het huis. Dus welke gegevens heb ik al? Het zijn er niet veel. De hoogte van die heuvel heb ik gegeven. En die bedraagt 93 meter. Ik heb ook de hoogte van de watertank gegeven en die bedraagt 5,0 meter. Gevraagd, bereken de hydrostatische druk in het huis. Nog los je zo'n oefening op. Wel, die is eigenlijk gewoon de formule voor de hydrostatische druk eens bekijken en die is gelijk aan rho mal g mal h. Ja, over welke hoogte gaat het hier? Wel, het gaat hier over de hoogte die de waterdruk uitoefent. En die hoogte is natuurlijk gelijk aan de totale hoogte. Dus die hoogte is eigenlijk de hoogte van de heuvel plus de hoogte van de watertank. Dus als ik deze formule invul, dan krijg ik rho, de massadichtheid van water, is 1000 kg per kubieke meter. Maal g, 9,81 newton per kilogram. Maal ja, de hoogte van de heuvel plus de hoogte van de watertank is 98 meter. In totaal krijg je dan, als je dit uitrekent, 9,6 maal 10 tot de vijfde pascal. Of een druk van 0,96 megapascal. Er is ook nog een tweede vraag bij deze oefening. Hoe hoog kan het water wegspuiten als het verticaal uit een gebroken leiding voor het huis zou ontsnappen? Vraag B. Hoe hoog kan het water wegspuiten als het verticaal uit een gebroken leiding voor het huis zou ontsnappen? Want ik ga de waterleiding eens tekenen. En als je een waterleiding hebt, en die waterleiding zit in een gat, die waterleiding is gebroken. Dan zal inderdaad door die hoge druk het water uit die leiding gaan spuiten. Maar hoe hoog zal dat water spuiten? Wel, in die waterleiding zit er een druk van 0,96 megapascal. En die druk werkt naar buiten toe. Dus je hebt hier een hydrostatische druk van 0,96 megapascal. Ofwel, eigenlijk komt dit overeen met een waterdruk van 98 meter. Dat is eigenlijk een waterdruk van 98 meter. Nu, wat gebeurt er als dat water hier uitspuit? Nou, het gewicht van dit water zal eigenlijk zorgen voor een tegendruk. En hoe hoger het water spuit, hoe groter die tegendruk zal zijn. Nu, deze tegendruk kan nooit groter zijn dan deze gegeven hydrostatische druk die in de leiding zit. Dus wanneer krijg je dan de maximale hoogte? De maximale hoogte krijg je wanneer dat deze tegendruk even groot wordt als deze gegeven hydrostatische druk. Dus met andere woorden, als deze tegendruk overeenstemt met een waterdruk van diezelfde 98 meter. Dus met andere woorden, het water kan maximaal 98 meter hoog wegspuiten.